Danny Makkely en de 22 die het moeten gaan doen vandaag. Niet een briljant gevuld stadion, ja, uiteraard niet. Het blijft lastig voor de AZ-supporters om steeds met die trip weer te maken. De opstelling kent geen grote verrassingen. Met Koopmeiners, De Wit en Michuri nog steeds op het middenveld staan. En voorin is Boadu dus fit genoeg. En staan Idrissi en Stenks op de vleugels. Abels en Karami, de backs, geen Fai. Abels nu dus linksback, Karami rechtsback. Geen Awassar, daardoor Laros Duarte, de meest controlerende middenvelder bij Sparta. En voorin dus Rahi en Dervizoglu en nog geen Veldwijk. De aftrap van AZ. In de thuiswedstrijd, die natuurlijk niet echt een thuiswedstrijd is, tegen Sparta met een valse start van Vlaar. En is dat dan ook meteen de eerste grote kans? Nee, want dat wordt voorkomen door Wuitens die Vlaar redt. Vanaf de aftrap, Vlaar in de fout. Smeets komt weg, Stenks. Smeets jaagt door op Svensson. Die bal stuit het lastig. En dat kan een doelpunt opleveren. Maar ik denk dat Vlaar dat gaat voorkomen. Nee, dat kan hij niet. Het is 1-0 voor Sparta op miraculeuze wijze. Svensson moppert nog. Die denkt aan een overtreding. En wat een merkwaardig begin van deze wedstrijd is het. Ook voor Vlaar met die fout. Dan is dit een terugspeelbal. Kan Svensson dat oplossen, maar komt eigenlijk Pizot daar Svensson alleen maar in de problemen brengen. En dan valt hij zo voor Haroui, die loopt weg, die denkt ja, nee, en uiteindelijk is het ja. En maakt Haroui dus het doelpunt. Duwt je wel in de rug, vandaar dat Svensson boos is. Niet gezien als overtreding. Stenks. Svensson, en dat is een corner voor AZ. Dat wordt dus ook weer oppassen voor AZ zelf. En hij mopperde nadrukkelijk op Makkely. Die vond het geen overtreding en de VAR dus ook niet. In aanloop naar de 0-1. Stenks, bal schiet door. Daar is Vlaar, die legt hem klaar. En dan is het al 1-1. Idrissi schiet hem erin. Zou uiteindelijk ook nog zijn eigen doelpunt op de lijn kunnen zijn. Nou, we zijn nog geen 4 minuten bezig. En al 2 treffers. Vlaar nu aangeven. Idrissi, ik denk dat hij er al in zat. En dat Idrissi dus zijn 4e van het seizoen maakt. Idrissi met een razendsnelle 1-1. En Vlaar nu met een assist. Die heeft echt een hoofdrol in de eerste 4 minuten. De centrale verdediger van AZ. Met de fout, een sprint die te vergeefs was. En nu dus een assist. Daar is al bijna de volgende kans. Wuitens kopt. Haroui. Dat was ook alweer een kans voor Sparta. Wijndal goed naar voren. Mietscher. Duarte. Kijk naar die druk die AZ dan meteen op de bal heeft. Als dat niet goed gebeurt, ligt erachter natuurlijk ruimte voor Sparta. En een stap Wuitens goed in richting Smeets om dat te voorkomen. Stenks, Boadu bij je natuurlijk. Paasje op Boadu is goed. Het doelpunt is daar. Uitstekend uitgespeeld. Fraaie treffer van AZ. Hij de doelpuntenmaker. Stenks, de man van de assist. Maar het ingrijpen van Wuitens daar minstens zo belangrijk. Ja, de juiste snelheid gegeven. We voelen elkaar goed aan. Smeets, Koopmeiners, Wijndal, Idrissi. Idrissi, Koremans, ja, klem vast. Nodig ook met Boadu die daar klaar stond om een foutje van de keeper af te straffen. Stenks, lekkere paas van Vlaar.
De Wit vraagt, staat er nog steeds. Och, wat een vrijheid, onvoorstelbaar. Zelfde koppel, Stengs op Boadou. En het is 3-1. Weer een perfecte voorzet. Wat gaat het daar fout achterin bij Sparta. Echt onvoorstelbaar dat je de spits van de tegenstander zo vrij laat. Smeets kopt. Dervisoglu. Smeets. Oh, doet hij dat fantastisch. Heerlijk hoe hij die bal laat gaan. En daar komt dus wellicht weer Sparta. Ja, daar is inderdaad weer Sparta. Het is toch merkwaardig. De ploeg lijkt alleen maar gevaarlijk te kunnen worden uit corners van AZ. En dan is het misschien ook handig als AZ daar ergens ook een keer rekening mee gaat houden. Idrissi. Svensson. Stengs in het centrum, daar is ook Boadou. Die krijgt de bal uit de rug van Abels. Boadou heeft De Wit voor het doel. Geen De Wit, wel Idrissi, 4-1. Ook zijn tweede van de wedstrijd. Die geeft de paas. Boadou doet het goed, gebruikt zijn lichaam. En dan voorkomt Vriends dat De Wit scoort. Maar ja, is Idrissi daarachter om alsnog het doelpunt te maken. Abels verdedigt dat te zwak. En daarna is het makkelijk voor Idrissi. 4-1. Buitens. Idrissi. Ja, die pas komt niet op Koopmeiners. Maar Koopmeiners herovert dan snel weer. Zo zie je dat AZ nog wel de dominante ploeg is in die openingsfase van de tweede helft. De enige is die de bal heeft. Dat de opbouw wel moeizamer is. Dat er wat minder makkelijk vrije mensen worden gewonnen. Nu Stengs, maar dat is gewoon een goede aanval. Nu ook een goede voorzet van Stengs. Voorlopig zelf, Stengs. En dan chipt hij hem voor. Oh, dan was dit zijn derde assist op Boadou in deze wedstrijd geweest. Maar Boadou kopt over. Wat een actie van Kelvin Stengs. Rigo, aangenomen die bal. Voorzet op Veldwijk. Balletje van de spits. Rigo. Langs Stengs, Abels. Rahi. Rahi. Sparta zit beter in de wedstrijd. Heeft het beter staan. Geeft veel minder ruimte weg aan AZ. Mitchell, De Wit, Svensson. Dat lijkt me een overtreding op De Wit. Vijf man die daar voor het doel gaan komen uiteindelijk van AZ. Oeh. En dat had zomaar het op het op kunnen leven van Idrissi. Dat was dan zijn derde geweest en het was ook voor Stengs zijn derde assist geweest. Dat toch wel heel vrij. Lengt hem richting tweede paal, maar daar dus net nog aan voorbij. Mitsjö teleurgesteld. Ja, niet iedereen doet mee. Ja, dat is al de hele tweede helft eigenlijk het geval bij AZ. Aardig deel van de ploeg lijkt zoiets te zeggen van afluiten vinden we ook best. Veldwijk kopt. Dat is makkelijk voor Bizot. Maar het wordt totaal niet afgestraft door Sparta. AZ is niet twee, maar misschien wel zeven tandjes teruggeschakeld. Nou, Idrissi, Boadou en Stengs vragen allebei om de bal. Het wordt Stengs. Svensson. Idrissi. Ah, de bal stuit het over hem heen. Haroui. Ache. Ah, Micho liet hem voor Hatsidiakos. Smeets.
Rahi, Veldwijk met Wijndal. Dat zou Veldwijk fysiek moeten winnen. Dat lukt uiteindelijk ook wel. Maar een overtuigend schot is dan lastig. Dan is het uiteraard een beetje duwen, een beetje trekken. Klaas. Zoekerwara. De Wit, dit is mooi gecombineerd. Sugawara moet hem dan voorgeven. Ja, schiet zelf vanuit de lastige hoek. Een uitstekende aanval. Eindelijk weer een uitstekende aanval van AZ. Snel genomen corner op Mietje. Die werd licht vastgehouden. Ja, penalty. Strafschop. Voor AZ. Koopmeiners wandelt al rustig naar voren. Dat is de specialist. Sparta verrast bij de snelgenomen corner, dan is het vasthouden misschien licht van Rigo, maar ja, het is er. En dus gaat de VAR dit ook niet overroelen, want die gaat niet zeggen, ja, het is te licht vasthouden. En dan is het aan de makkelijk. Koopmeiners is de specialist. En dus is het 5-1. Ook voor Jong Oranje gescoord. Het is de derde wedstrijd op rij nu, waarin hij een penalty benut. Hij deed het tegen Vitesse, hij deed het tegen Jong Cyprus. En hij doet het nu tegen Sparta. Fout van Klaasie. Drie man van Sparta tegen drie van AZ. Veldwijk, toch weer zijn doelpunt. Nee, want hij gaat net voorlangs. De nonchalance momenten die er zijn. In het geval van Klaasie is dat toch vrij apart, want ja, die staat er pas net in. Worden niet afgestraft door Sparta. Smeets. Chipt hem nog aardig. Richting Achen. En dat is het afgelopen. En boekt aan de slot een overtuigende overwinning met AZ. Ondanks een valse start, een valse opening in deze wedstrijd. De eerste helft wervelde AZ bij vlaag. In de tweede helft alles behalve. En was er nog een strafschop. Na rust had Sparta het beter staan. Maar ja, deed AZ er ook wat minder aan. Toen was de wedstrijd eigenlijk al verloren natuurlijk voor de ploeg van Vrezen. Alleen Koopmeiners pikte nog zijn doelpuntje mee vanaf 11 meter.